3, 2, 1, rappen maar. Juist. Een rolletje beton ook besteld. Nou. Kijk hem gaan. Chico, wat heb je daar in je bek? Nee, dat is een stuk aanrecht. Nee. Nou, dan gaat de duurste folie van Nederland in mijn handen. Durf je het aan? Ik durf het wel aan, ja. Vanaf nu ben ik ook rapper. Rapper? Rapper. Oh, dat is, gaat hij aan. Heb jij nou je nagels gelakt? Laat eens even zien. Ja. Het was een gek weekend. Ja. En mijn moeder zei van, ik wil even langskomen met het busje. Om jouw kijkers te bedanken voor de lieve berichtjes en de kaartjes die ik heb gehad. Het was heel indrukwekkend. Ja, nou, dat is heel lief van je dat je dit doet. Ja. Doei. 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 Waar gaan we eerst beginnen? Die? Doen we eerst deze of dit blad? Nou, laten we eerst deze kant doen. Dat is de kant waar jij het meeste werkt. Ja, hier sta ik de hele dag, Patrick. Ja, ja, al je kookkunsten. Ja, joh, van pannenkoeken tot sushi rollen. Dus, maar nee, dan doen we eerst deze. Dan gaan we de gootsteentje die ik met mijn pa erin heb gemaakt, die hebben we nog losgehouden. Hij is zo zwaar, dat wordt wat ingewikkeld om te laten zien. Maar goed, die kunnen we er zo uitwippen, water afsluiten. Deze proberen eruit te halen. Die eruit. Kastje weg. Kastje weg. Is aardig glad. 3, 2, 1. Rappen maar. Juist. De leiding begint al lekker te kraken. Ja. We kunnen straks de kraan eraf gaan snoeren. Zo klink ik 's morgens ook, dat gesputten. Er gebeurt van alles hier. Stopt hij daar al? Ja. Hij is nou... Hij is klaar. Kees, ik heb opgelet in jouw vlogs. Hier ben ik. Oh, ja, net stond je daar. Ja, dat klopt. We hebben dynamische bewegingen. Ik heb opgelet in je vlogs. Ja. En je vader vertelde van, je moet hem wel markeren, anders weet je niet wat warm en koud is. Ja. Dus voordat we hem los gaan soeven, doe ik er eerst even een tapeje op. Theo is ook echt een influencer, hè? Ja, heel leerzaam. Maar heel slim. Ja, heel leerzaam. Ik zou dat achteraf bedenken, dat ik dat beter had kunnen doen. Juist. Markeren moet je leren. Nu kunnen we precies zien welke op welke moet komen. Zullen we hem samen even uitpakken? Ja, want hij is echt onloeisbaar. Als ik wat koop, dan doe ik het goed, hè? Maar zullen we hem plaatsen? Ja. Waar heb je plek? Oh, ja. Ja. Dat heeft zin. Laat hem eerst even neerzetten. Ik neem hier mee natuurlijk. Oh. Ja, in dit gat hebben aardig wat bloed, zweet en tranen gezeten, Patrick. Met mijn pa samen. Ja, joh. Ja, ik heb het in de vlog wel een beetje bijgehouden, inderdaad. Ik heb net alles schoon, joh. Hij is eraf, ja. Hij is groot ook. Ja, even die kisten. Nou. Hij is veilig. Ja. Geweldig. Zo. Tulledokio. Nou, deze nog even weghalen. Ik heb alleen, ik heb goed voorbereid. Hè? Je ziet het. Alles, Jori. Ja? Kastje vol. Ik ben al bang dat ik een staartje klusje te pakken heb. Hé, maar geef de camera mee, Jorin. Ja, kijk, dit hoort er ook bij, hè? Dit hoort er ook bij. Productiewerkzaamheden zijn dit. Ja, precies. Begin maar bij de sojasaus. Hier om de hoek. Oh, daar. Ja. Hartstikke goed. Nou, gaan we. Ja, gaan we. Zwart, hè? Nee, jij denkt zwart. Ja. Koffie, ja. Croissantje erbij. Croissantje erbij. Jullie maar lekker pauze doen. Succes, Jorin. Ik begin met te druppen meteen. Dop staat er niet goed op. Ja. Topstage. Mag ik hem openmaken? Nee, dat gaat, nee, het is maandagochtend. Ja, maar... Nee. Wat nu interessant is, dat we hier zo'n lijstje erop hebben, dat is van hout. Maar het liefst heb je dat eraf om goed te kunnen werken natuurlijk. Liefst wel, dan kunnen we een mooie folie eronder door doen. Dus net wat mooier, wordt alles op strak. Maar dat zit waarschijnlijk vast met heel veel lijm. Dus je gaat dat nu even proberen, hè? We gaan het proberen. Ik hoop niet dat ik het sloop. Dat gaat eigenlijk best wel goed. Nou, lijkt het wel. Wow! Hey, beter? Zeker beter, inderdaad. Maar eigenlijk is het super lelijk. Maar op een boot ook wel weer handig om zo'n randje te hebben. Stel je voor je vaart, dan blijft het hier achter. Maar...
Ik denk dat ik het gewoon even zo probeer zonder. Weet je wat het is, Kees? Dit is marmer, dat is heel glad. Ja. Straks komt die folie die erop komt, is riel. Dus misschien schuift het sowieso wat minder. Dus ik zou het als kelders gewoon eens proberen. Ben je voorzichtig met mijn duurste fiets? Nee, zeker niet. Ik heb nog steeds geen accutol. Het is echt. Ik heb de laatste tijd nergens tijd voor en alle winkels zijn dicht. Dus ik doe het lekker met handje. Deze kitrand ga ik ook denk ik maar verwijderen, Kees. Dan kunnen we de folie mooi aansluiten. Ja. Dan kitten we hem opnieuw af. Oh ja, dat is wel strakker. Ja. Even een nieuwe naad erin. Een nieuwe naad erin. In de week met een nieuwe naad. Ja, nee, maar dat vind ik een goed idee. Ja, toch? En hier komt dus dat kopereffect tegenaan, hè? Ja, hier gaan we het kopereffect tegenaan doen. Hier ook. Maar dat werkblad moet natuurlijk helemaal strak zijn straks als je dat gaat rappen. Want iedere oneffenheid die zie je. Ja, klopt. Vandaar dat ik ook een schrapertje heb om zo strak mogelijk straks te maken. Ja. Goede ontvet erbij. Levensgevaarlijk om dit aan mij te geven. Daarom blijf ik op afstand. Schoonmaken is het meeste werk. Schoonmaken is het meeste werk? Ja. Plakken is het minste werk. Oh. Wie gaat er dan schoonmaken? Ja. Ik ga weer weg hoor. Hey. Mag hem blijven! Rust in de tent. Kan ik je weer verstaan? Ja. En nu heb ik niks te zeggen. Zo. Is je weg? Dan ben je altijd weer benieuwd wat erachter vandaan komt. Hey, kijk. Een raam. Ja. Twee lumpia's. Een ander gezicht zo. Je zit bijna te denken om het zo te houden. Nou ja. Ja, ik moet toch ergens mijn kraai kwijt. Ja, ik ben wel kwijt. Het deed nog aardig soepel, Kees. Ik hoor alles kraken. Ja, 40, hè? Koffie? Chico ook gelijk pakken. Ah. Hey, Chico. Hij kwam iets harder binnen dan ik dacht. Koffie? Altijd goed, ja. Altijd goed. Ik zeg nooit nee tegen koffie. Ja, ik vind je ook heel lief. Jullie gaat Chico even uitlaten. Ja. En dan gaan we even verder met het schoonmaken van het blad, hè? Zeker weten. Ja. We gaan hem goed ontvetten. Met het mesje heb ik hem al helemaal schoongeschraapt. Ja, hij is helemaal strak. Dus de ondergrond moet volledig vlak zijn. Ja. Lukt het je niet om Chico mee te nemen? Chico, kom eens. Hij gaat voor me weg. Ja, dat is eng, hè? Je gaat dit keer met Jordi mee. Nee. Ga maar. Ga met Chico. Ja, goed zo. Ja. Kom maar, Chico. Lopen maar. Kom maar. Yes. Nee, je gaat met Jordi mee. Chico, toch veel leuker. Nou, Chico, doe maar. Hij wil helemaal echt niet. Nou, kom joh. Ach, lopen. Kom. Ja, goed zo. Doei doei, veel plezier. Sorry voor deze onderbreking. Chico deed even moeilijk. We gaan weer verder met de tutorial. Schoonmaken. Schoonmaken, belangrijk. Ja, dat is een beetje het belangrijkste van voordat je kan gaan plakken. Ja. De ondergrond moet echt goed schoon zijn, goed ontvet zijn. Anders komt de folie gewoon binnen nood en los en dat moeten we niet hebben. Zo, ik weet niet wat er in die fles zit, maar het slaat gewoon op mijn ogen. Ja, het ruikt sterk. Ik zet even een raampje open. Even ventileren. Het lijkt me alsof dat iemand met een kater naast je staat aan het einde van het weekend. Rolletje beton heb besteld. Nou, daar is die. Succes, Kees. Help. Nee, ik kom je helpen. Ik ga de folie even op maat knippen. Schaartje. Zit het in jouw multifunctionele, zeer mannelijke toolbox? Zeker. Wat ik dat doen? Nou, nu ben ik heel eigenwijs. Ja? Ik heb liever die blauwe snitje die daar zit. De blauwe snitje, tuurlijk. Dat had ik natuurlijk gelijk in de pakken, ja. De blauwe snitje. Dit is de snitje. Oh, ja. Maar laat even zien wat je daarmee doet. Dit is een mesje met daaronder plastic. En dan kan je dus heel makkelijk en veilig
de folie afsnijden zonder andere dingen te beschadigen. Ja, of amputaties van je ledemaat. Precies. Iets overlappen, ja. Kijk hem gaan. Net als makkelijk als met een schaar. Zo, fantastisch. Hoppa. Nou, een halve vinger zit er nog gewoon aan. Bijzonder, hè? Dus ik weet niet hoe die doet, maar het is best gelukt. Je lijkt me een vrouw met zoveel spullen in je koffer. Nou, echt, hè? Vrouwen hebben altijd van die tassen dat je denkt... Ik heb hem. Waar, hoeveel spullen kan je hebben? Oh, jij lijkt er wel een beetje... Lijk ik op een vrouw? Nee, je Oké. Ja, precies. Zo. Dat ziet er professioneler uit, hè? De Michael Jackson van de rappers. Nou. Ja, jij denkt, wat gaat er nu gebeuren? Zo, ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Goeie vraag. Nou, ik heb weer een speciaal toeltje. Daar kan ik de folie mee doorsnijden, zonder dat ik hem helemaal doorsnijd. Dus ik snij alleen de rug eraf. Oh, dit is die rug. Juist, ja, zo krijg je. Blijf alleen de plakrand over, zodat hij niet gelijk hecht aan, de hele folie hecht aan het aardig. Ja, handig. We hebben een soort beginnetje. Ja. Even. Ja. Kijk, en nu haal je die flap eraf. Juist. Ja. En mijn hoofd. Dat maakt niet uit. Van de beste gebeuren. Je hebt wel gelijk dat de voorbereiding eigenlijk het meeste werk is. Dit gaat in één keer heel snel. En die hoekjes dan straks uitsnijden? Deze ga ik het hoekje omfeunen inderdaad. Deze gaan we doorsnijden. En dan, Warm maken, feunen en dan plakken. Warm maken, dat die goed blijft hechten eraan. Ja. En dan, cool, het ziet er super strak uit. Nu al. Het begin al ergens op te lijken. Ja, zeker. Dat gelijk nu al een verandering. Psycho, wat heb je daar in je bek? Nee, dat is een stuk aanrecht. Nee. ik moet je ook altijd in de gaten houden, hè jij? Ik denk dat dit ook wel het moment is dat je het heel fout kan doen als je te lang met die... Die verfbrander op die rap. Dat is een kritisch puntje. Ja, en op beeld ziet het er allemaal zo makkelijk uit. Ja. Totdat je zelf je mesje in je handen hebt in het plakkende materiaal. Maar is dit een beetje te doen voor mensen? Ja, ik zeg altijd elk werk. Is dat makkelijk? Is het cameraman zijn makkelijk? Ja, ik ken een kunstje. Ik vind het makkelijk, maar ik zie ook wel eens mensen bezig dat ik denk, nou, er valt nog veel te leren. Ja, en dat is denk ik met dit hetzelfde. Ik zet gewoon het mes erin. Ja, ik zie het, ja. Ja, dat is de uitsparing voor het gasfornuisje. Ja, ik denk dat je het wel handig vindt dat je vanavond weer kan koken. Ja. Ik ga natuurlijk weer helemaal los met mijn culinaire uitspattingen. En dan nu de volgende rol. Koper voor de achterwandje. Een soort van geborsteld aluminium look. Alleen dan brons. Ja, dan brons. Ja. Maar dit is ook ander soort folie, hè? Zei je net. Dat klopt inderdaad. Dit is folie dat in wezen plakt het niet gelijk. Kijk, ik kan hem er gewoon tegen doen en heen en weer schuiven. Mm-hmm. En je moet het zo zien, er zitten hele kleine luchtkanaaltjes in en kleine, laat ik maar zeggen, lijnbelletjes. Ja. En op het moment dat ik hem aan ga drukken, dan klappen eigenlijk die belletjes en dan gaat hij pas plakken. Een soort chemische reactie. Wat is ik denk dat je het zo wel kan zien. Hij blijft er gewoon een beetje tegenaan. Een soort statisch blijft hij er tegen. Totdat je deze jongen er tegenaan gooit en dan is het... Dan gaat hij hard plakken. Ja. Nou, dan gaat de duurste folie van Nederland in mijn handen. Durf je het aan? Ik durf het wel aan, ja. Vanaf nu ben ik ook rapper. Rapper. Koekoek!
Ik zie nu alweer reacties verschijnen onder deze video over hoe onhandig ik dit allemaal doe. Maar voorlopig is het toch weer gebeurd. Geheel eigenwijs. Het zit erop. Ja, dit deel al wel. Ik vind het echt heel tof. Ja. Kijk eens hoe dat licht speelt met, ik weet niet of je het een beetje kan zien, met de textuur. Maar ik vind het geslaagd. Ik ook. Ik vind het een goede keuze voor jou. Dankjewel. Ja. En wat we ook gaan doen, je ziet hier al de bouw midden in de boot staan. Het ziet er wat raar uit misschien. Maar je weet dat ik hier nog zo'n steunpilaar in mijn boot heb. En daar ga ik dus dit ook op doen. Komt ie weer. Oh, omdraaien natuurlijk, ja. Kwaliteitje. Hey. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het heel mooi geheel. Zeker weten. Dit moet natuurlijk nog even afgekit worden. Randjes daar moeten afgekit worden. Ja, dus we gaan er nog mee verder. Ook met dit. Maar de dag is altijd te kort, hè. Dit gaat nog gebeuren. En ik ben nogal veranderlijk. Hier stond natuurlijk een kastje. Ik denk, die gaan we wrappen in het wit. Maar eigenlijk vind ik het wel gaaf hoe het nu is. De ruimte die ik hier gebruikte voor broodbeleg, chips, glazen. Dat ga ik verplaatsen, denk ik, naar hier. Dat het hier een ander kastje komt. En dan dit kastje wat hier achter staat, gaat ook weg. Nou, dan heb je toch een heel leuk interactief raam. Zeker weten. Zo. Nou, hey, geweldig. Kijk eens wie we daar hebben. Mijn vader, dat is lang geleden. En Chico. Hey, hallo. Papa komt dus eventjes op bezoek om wat spullen af te leveren. Hij heeft zijn busje weer volgeladen. Ik laat daar mijn pakketjes altijd achter. Maar eigenlijk het leukste pakketje wat hij bij zich heeft, dat is Chico. Want die is een paar dagjes gaan logeren bij opa en oma, om het zo maar even te zeggen. Hij is een beetje zielig, want hij heeft last van zijn pootje. Maar ik ga hem weer zien. Voor het eerst in 3 dagen. Dus dat is altijd leuk natuurlijk. Hey Chico! Hoi! Nou, hij loopt eigenlijk best wel goed. Hé? Ja. Hoe gaat het? Nou, hij is weer blij met te zien. Hoi. Ja, jullie hebben elkaar trouwens nog helemaal niet gezien, hè? Jordi. Hoe vind je het hier in Dotsen? Ja, ik vind het prachtig hier. Heel leuk. Ik heb in Zuidlaar een militair dienst gezeten in de kazerne. Dit is tegenwoordig geloof ik een opvangcentrum of zo. Wat is dat? Ik weet wel dat er ook een fysiotherapie en een tandarts in zitten. Ja, nou. Er gebeurt van alles in ieder geval. Vroeger was het infanterie kazerne. Oh, ja, daar heb jij gezeten? Ja, wel een lange tijd ook. Een jaar of zo wel. Wat was je functie daar dan? Een dieselmonteur. Ja? Ja, nee, echt hè. Voor die IP's stonden allemaal van die panzervoertuigen. Oh. En daar was ik KVV'er, dan ben je specialist, zeg maar, dan moet je nog 2 maanden langer ook. En dat was echt helemaal niet leuk. Nee, hè? Maar ik blijf niet te lang weg, want je moeder hebt nu thuishulp, maar dat is maar een uur of zo. Dus voor die tijd wil ik eigenlijk weer terug zijn. Dus. Ja, nou dat gaan we regelen. Maar ik vind het wel heel leuk dat je er bent. Ja. Ik denk dat de kijkers het ook wel weer leuk vinden om jou te zien. Ja. Maar ja, er zijn privé even wat dingetjes met mijn moeder. Helaas gaat niet goed. En dat gaat ook waarschijnlijk niet meer beter komen. En dat, nou, dat is gewoon heel moeilijk voor ons allemaal. Maar we willen jullie wel bedanken. Ook voor alle kaartjes en lieve berichtjes die we hebben gehad. Ze vond het geweldig in ieder geval. Ja. En het is voor jou ook wel weer even lekker dat je er even uit bent. Weer even op de boot bent. En met Chico hebben we het wel plezier gehad. Ja, ja. Want die wordt steeds vrijer. Ja, ja. Die vindt jullie helemaal leuk. Heeft het helemaal naar zijn zin. Hij, dat deed hij eerst niet. Maar hij gaat nu gewoon met me op de bank. Zeg op de bank. En dan hup, klem ernaast. Zeg je kop op mijn schoot. Nee, die is niet hoor. Nee. Hij was erg op Kees gericht, hè? Ja. En dat wordt iets minder. Ik snap ook niet dat hij dat heeft. Nee, want wie is er nou precies op Kees gericht? Nee. Ja. Ik heb mijn bus volgeladen. Oh ja. Ze komen hier trouwens halen van de militaire kazerne, zie je dat? Er gaat er een helikopter. Je moet weer terug naar Zuid-Laren. Je moet weer terug naar Zuid-Laren. Hij staat voor Jordi, ga je ook even mee helpen? Ja. Nou, kijk. Zo. Het is aardig te moeite. Het lijkt een pakket niet zo. Ja, dat zeker. Ik kan altijd nog aan de bijverdiensten gaan wat dat betreft. Ja. Nou, ik kan zo een soort vrijmarkt beginnen hier. Ik geef je 2 tientjes voor alles. Ja, 2 tientjes. Ik heb mijn rug op. Er zit nog een poer. Godverdomme. Er zit een poepzakje in. Wie doet dat nou weer zoiets? Ja, dat is toch asociaal? Ja.
Er zit nog wat in ook. Ja, ik heb hem nog wel een keer gebruikt misschien, Kees. Dus in je zak. Kun je hem even meedragen? Ja, daar. De boot zou zinken, joh. Zo zwaar houden. Jullie hebben je kniebeschermers aan. Ja, nou, oké, hè. Waar gaat er weer vandoor? Ja, nou. Bedankt voor het oppassen, zeg je dan, Chico? Ja. Ja, dat doet het helemaal niet. We hebben lekker in de polder gelopen. Ja, top. Bedankt weer en wel thuis, hè. Ja, maken we ervan. Yo, doei. Ja, dat is mijn vader dan, hè. Ja, dat is je vader. Die praat best veel. Ja, maar dat is gezellig. Ja. Het hele verhaal over Zuid-Laren. Nou ja, je weet alles. Je weet alles, Jerry. Terwijl dat wij de spullen aan boord gaan zetten die hier op het karretje staan, wil ik even zeggen dat straks over een uurtje komt Patrick weer aan boord. Patrick, de rapper. Je hebt hem al eerder gezien natuurlijk in deze vlog. Maar hij komt nu weer terug om het te gaan afmaken. Ik ben heel benieuwd hoe straks het eindresultaat is van hoe mijn keuken gaat worden. Terwijl ik nog even zwaai naar mijn vadertje. Als we daar Patrick niet hebben. Oude rapper. Juist. Zo, we hebben al wat ruimte, wat werkruimte gemaakt. Ik zie het is al mooi glad. Ja hoor, ja, nog niet helemaal schoon, maar goed. Maar het gaat wel een hele grote verandering aanbrengen, denk ik. Moet je kijken hoe anders dit eruit ziet met die spullen weg. Ja, dit geeft gelijk al heel veel ruimte. Ja, meer ruimte, ja. Dus dit kastje ga je misschien ook wel weg. Ja. Nou, in ieder geval, alles verdwijnt hier. Alles verdwijnt. Hoppa. Een lelijk lijstje is... pleiten. Kom. Lekker schrappen. Nou. Om even heden weg. Wil je nog een vacature overstaan of niet? Ja hoor. Kees de schrapper. Kees de rapper. Ik zou eigenlijk zo'n gouden ketting. Gouden ketting moeten doen. Kees de rapper. Dan was het een soort act dat je bij de mensen thuis dat kon doen. Lil Kees. Lil Kees, gewoon een totaalpakket. Ik laat natuurlijk weer één grote pestbende achter, maar dat doe ik een beetje expres. Want ik heb een nieuwe stofzuiger, zoals je zegt. Hè? Ja. Ja, je hebt een stofzuiger gekocht. Vanmorgen is Sinterklaas langs geweest, / Theo. Maar misschien kunnen we die even testen gelijk. Oh ja, stagiair moet weer. Ja, weet al wat er gaat gebeuren. Ja, daarvoor ligt hij, ja, je weet hem. Ja, ik heb daar is de stofzuiger. Ja, compleet draadloos. Nou, kijk eens mensen, wat een apparaat. Draadloos en al. Jordi, laat even zien hoe die werkt. Nou, hier is een knop. Ja, daar gaan we. Ja. Wow, zo. Nou, kijk hier. Zo, nou, je studiepunt is ook weer binnen. Je kan hem ook als kruimeldief gebruiken. Dan zet je hem, hoe werkt dat ook weer? Oh, je had hier ergens een eject-knop of zo. Ja. Oh, dat is, gaat hier aan. Heb jij nou je nagels gelakt? Laat eens even zien. Ja. Het was een gek weekend. Ja, is dat een bewuste keuze geweest of ben je gedwongen om... Nee, ik had er zelf voor gekozen. Oh, ja. Ik dacht, ik wilde het eens proberen. Kinky? Ja, kinky. Ja. Nou, dat, vind je het wat of vind je het helemaal niks? Kan dat in Delft? Nou ja, ik vind het, ik moet er even aan wennen, moet ik zeggen. Je ziet heel veel tegenwoordig. Ja? Ja, bij vrouwen. Nee, bij mannen. Ook. Ja, heel veel, ja. André Hazes junior, die, tegenwoordig heet hij gewoon André Hazes, geloof ik. Die heeft dat ook, hè? Ja. Ook gelakte nagels. Was dat jouw inspirator? Nee. Of iemand in Zuid-Laren die jouw influencer was op nagelgebied? Nee. Ik had het er met een vriend van mij over, die doet dat ook steeds. En ik dacht van, joh, ik ben wel benieuwd hoe het is. Ja. Ik heb een potje gekocht, 99 cent. Ik denk, ik kan het gewoon proberen. En het kan er altijd weer af. Zou dat ook iets voor mij zijn? Laat het even weten in de reacties hieronder deze video. Welke kleur, welk motief? Genoeg daarover, we gaan verder met rappen, want daar keek je ook deze video voor, denk ik. Kijk, hieronder heb je een soort ruw randje. Maar daar hecht denk ik die folie niet zo goed op. Nee, klopt. We gaan hem echt wel op deze rand afsnijden. Want als we hem doorvouwen, dan komt hij los. Mooi zwaai, joh, dat betonlook. Denk deze. Hier geeft mijn rug al. Zal ik hem lossen? Ja. Yep. Als jij mij cool effect. ja, super cool. Ja. Als jij mij een rakel zou kunnen aangeven. Een rakel? Rakel. Dat blauwe ding. Deze. Dat is het orakel van Sliedrecht. Ja, staat hier naast mij. Mag ik ook even?
Ja, je mag het ook wel even proberen. Zo, mag ik ook even een momentje? Ja, tuurlijk. Wacht, ik heb net even afgekeken. Klein beetje terug. Klein beetje druggetje terug. Zo. En dan... Wacht even hoor. Zo. En dan halverwege over laten overlappen. Juist. Ja, je bent natuurtalent. Nou, nee. Het wordt wel wat met Keesje. Ja, joh, die staat van te kijken, hè, dat ik dit allemaal kan. Ik ben even ondertussen Chico aan het uitlaten. Moet ook gebeuren natuurlijk. Patrick is wat dingetjes aan het afwerken aan boord. Maar mijn vader belde net. Je zag hem natuurlijk net in de vlog. Maar hij zegt, ik wil nog even langskomen met je moeder. Met het busje. Ze zijn een stukje rijden. Dat is een beetje ja, hun uitje van tegenwoordig. En mijn moeder zei van, ik wil even langskomen om jouw kijkers te bedanken voor de lieve berichtjes en de kaartjes die ik heb gehad. Hoi. 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 Nou, daar ben je weer met je busje. Ja, we zijn eerst bij je eerste huisje bezig kijken. Het staat weer te koop. Ja. En toen bij het laatste huis zijn we even bezig kijken. Dus je bent een huizentour aan het doen. Een huizentour aan het doen. En nou even bij de boot kijken. Even bij de boot kijken. Nou, ik loop even naar je toe. Hey Chico. Oma. Chico. Ja. Nou, hè? Daar ben je dan. Nou hè. Oh oh. Even nog een keer naar je bootje kijken. Ja. Hè? Ja, het is een tijd geleden dat je hier geweest bent. Nou zeg. Oh. Ja. En ik wil alle mensen bedanken voor hun lieve kaartjes die ze gestuurd hebben. Het was heel indrukwekkend. Ja, nou, dat is heel lief van je dat je dit doet. Ja, dus ik vind het heel, heel leuk. Heel ja, bijzonder. Heel bijzonder. Maar ik vind het ook wel heel... Ja, het is een moeilijk moment. Ja, inderdaad. Maar het gaat goed. Maar het is inderdaad heel bijzonder. Ja. Nou, koester de momenten en pluk vooral de dag. Hè. Dat doen jullie ook nog steeds. Lekker met het busje. Ja. Drop uit. Het zijn misschien wat kleinere momenten dan vroeger met de camper op pad. Of leuke vakanties. Maar dit is natuurlijk super waardevol. Hè, dat jullie, ja, toch? Dat jullie dit doen. Ja. Hé, okay. Jullie gaan weer door. Ja. Ja. Ik zou zeggen, veel plezier. Geniet ervan. Ja. En, dankjewel. De groetjes. We spreken elkaar weer. Oké. Okay. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Mijn ouders zijn er weer vandoor. Ik vond het een heel bijzonder moment. Ja. Het is een moeilijke tijd, maar we komen er met z'n allen doorheen. Ja, het komt even dichtbij allemaal natuurlijk. Voor jullie misschien ook wel. Maar het is wel wat bij mijn leven hoort. En ook, ja, jullie kennen mijn vader natuurlijk. Dus nu verklaart het allemaal waarom die wat minder frequent op de boot is natuurlijk. Ik vond het mooi en we gaan weer door. Ik ga de jongens weer helpen met rappen. Nou, kom ik terug van Chico uitlaten. En alles is gewoon gebeurd. Het is klaar. Het is klaar. Nou, ik laat het even zien. Ik ben er super blij mee. Kijk eens wat een strak resultaat. Daar dus ook, maar dat hadden jullie al gezien. Maar wat een verandering. Het ziet er toch beter uit, Kees. Ja, toch? Complete metamorfose van je keuken zo. Ja, natuurlijk, het is nog niet klaar. En daarachter ook niet. Dan moet je even wegdenken. Maar ja, wat een verschil. Nou, een heel ander type. Kan je mij ook niet een rappie geven? Daar hebben ze een plastisch chirurg voor. Weer een ander vak. En bedankt! Oh ja, en het ding is, we zouden natuurlijk deze paal achter mij, daar zat ik natuurlijk heel de tijd over op te scheppen dat we die ook gingen doen, maar daar zijn we niet aan toegekomen. Nee. Want als wij samenkomen hebben we altijd van alles te bespreken en voor je het weet is het alweer laat. Ja, ja maar goed, details, dat komen jullie dus later te zien. Dus de paal laten wij even links liggen. Maar nou, nogmaals dank Patrick. Helemaal goed. Later. Tot ziens. Hoi. Nou, Patrick is weer van boord af. En het is in één keer pokken weer geworden. En ze geven voor de aankomende dagen niet veel beter op. Het is een beetje jammer natuurlijk, maar nou ja, we gaan volgende week er ook weer een leuke vlog van maken. Ik denk dat ze een beetje een kwastje gaan pakken om wat te gaan schilderen. Hè? Wat keukenkastjes. Eén ding lijkt me wel heel leuk om te gaan doen en dat is een Q&A. Ja, dat is natuurlijk een hele hippe term voor gewoon vraag en antwoord. Dus weet jij een leuke vraag voor mij of voor Jordi? Stel hem dan onder deze video in de comments. En dat kan ook via... Via Instagram kan het ook. @devloggendebestemming. Ja, of Facebook kan het ook. Laat even een leuke vraag achter en dan gaan we die misschien volgende week behandelen in de video. Zodat jullie ons iets beter kunnen leren kennen. Voor deze video zou ik zeggen bedankt weer voor het kijken. En heel graag tot... Tot de vloggende bestemming. Ja. Ik leer het. Ja, het is echt top. Snel leerling. Hoi!